Zo, hallo allemaal, daar ben ik weer. We gaan weer met Feyenoord spelen. En we spelen voor de beker thuis tegen Vitesse. We speel met de sterkste elf. Ik wil gewoon de beker ook winnen natuurlijk. Dus sterkste opstelling. Hoewel de tweede helft dan natuurlijk ook niks mee is, mis mee is. Is al meerdere keren gebleken. Maar goed, die mogen misschien de volgende competitiewedstrijd tegen Roda weer aan de bak. Er zit niet al te veel tijd tussen qua dagen. Dus denk aan kunnen die. Ik kan de tweede helft al mooi die wedstrijd spelen. Nou, verder niet heel veel te melden. Oh ja, ik had deze meneer hier ook. Just had ik een contractverlenging aangeboden. Hij heeft geweigerd helaas. Ik had hem als belangrijke eerste elftal speler, maar blijkbaar wil hij toch als cruciale speler of zo gecontacteerd worden. Want qua geld was het wel nog gewoon goed. En ik wou zeggen, hier wordt het 1-0, maar dat wordt het niet. Maar goed, hij heeft dus geweigerd. Dus ik ga het over een paar weken gewoon nog een keer proberen. En anders pech. Het is niet zo dat hij onmisbaar is of zo. Verkopen we hem lekker en voor hem lekker drie anderen die gaan staan te springen om bij mij te spelen, uiteraard. Het gaat lekker, dus wie wil er nou niet bij Feyenoord spelen? Oh, Kramer. Had hem best diep mogen geven als je er dan toch voorbij ging. Kuit, wat doe je daar? He's moved in trying to jostle the opponent off his stride. Nou, hoppatee, 1-0. Lekker doelpuntje hoor. Hoppatee. En afronden. 1-0. Bij wereldspits in wording. Wat een goeie, let maar op mijn woorden. De Basel spelen allemaal goede spelers. Nou, niet allemaal, maar ik kan wel goede spelers vandaan Basel. Laatst ook weer zo'n gozer die nou naar Arsenal is. Toch wel benieuwd. Hey joh. Oh joh, voordeel man. Kutzooi. Netjes, 2-0, hoppatee. En Bolo, jongen. Ik train heel veel met hem. Ik kan natuurlijk elke week 5 spelers trainen. Nou, ik laat hem altijd wel 3 opdrachten doen. Zowel afronden als pasen als dribbelen. En dat lijkt zijn vruchten af te werpen. En dan krijgt hij ook gewoon geel. Dat is dan weer jammer, maar goed. Geel ook wel zwaar overdreven. Oh, goed verdedigd. Jammer. Schot geblokt. Oh, net, ik wou hem eigenlijk op Kramer geven. Net te hard was die voor hem. Nu dan Kramer. Oh, jammer, jammer, jammer. Nog een keer. Tess komt er niet aan te pas, voorlopig.
Ah, kut voorzet, Kramer. Oh, good pass. Yummy, oh. Put that cross far too close to the goalkeeper. Zo, Elia mag zo doorlopen. Wat zeg ik? Hij mag zo doorlopen. Kramer, Jezus Christus. Oh, hoe krijg je dat voor elkaar? Oh mijn god. Oh, ik ben echt zo blij dat het al 2-0 staat. Hij struikelde nog net niet over zijn eigen voeten. Nou goed, we gaan gewoon verder. Volgende keer beter. Ah, net tijd, jammer. Oh, Kramer. Oh, lekker Toornstra. Yes! 3-0. Het is een derde goal. Een beetje geluk. Dat moet je soms hebben. Is het een own goal? Ah, shit. Wat heb ik daar nou aan? Is toch niks voor de statistieken, een own goal. Geef hem gewoon een Embolo, joh. Doe je iedereen toch een plezier mee. Op Veldhuis is het ook niet echt op een eigen doelpunt te wachten, gok ik zo. Zo, hoeveel geluk kan je hebben met een bal, zeg. Shit, joh. Hij schiet er lekker in. Elia liet zich lekker verrassen ook. Gozer komt zo binnen door. Jammer. Had zo graag de 0 gehouden. Kut voorzet, Elia. Jezus, man. Buitenspel. Jammer, jammer, jammer. Ik zag het te laat. Hij is door. Nu je derde dan. Nee! Weer niet. En dit was een beetje jammer. Oh, op de paal. Ik ga ze even wisselen. Volgens mij zie je die twee middenvelders, die zijn moe. Dus daar komen twee nieuwe voor in. En Kramer er maar uit.
Dat vind ik altijd wel een nadeel. Centrale middenvelders zijn altijd moe. Wil je altijd wisselen. Zullen ze dan echt zoveel meters afleggen? Taart. Zo jammer. Alsnog. Ah, shit. Ja, Jezus. Goed, Ayupi. Nu dan Elia. Weer niet. Die gozer op ook zijn dag niet hoor. Zo jammer. Maar Joep is wel goed bezig. Hoe is dat dan niet? Jezus. Zoveel ruimte en dan nog in zijn voeten spelen. Nu dan, yes, 4-1. Bam. Invalletje scoort. Serieus, buitenspel. Oh, nee, ik ga mijn Congolo, ik ga een Maradona doelpunt maken. Maar het zat er niet in. Yes. Wat een kutbeweging. Jammer. Net niet goed. Oh, maar wel lekkere overwinning hoor. 4-1. We gaan verder in de beker. En ik zeg weer bedankt voor het kijken. Later.